Jans, zou je iets willen vertellen over wie je bent en wat je doet voor je werk? Ja, nou, dat zou ik graag willen, want ik hou van mijn werk. Dus, ik ben Jans, Jan Spiegelaar. Ik ben medewerker langer thuiswonend bij de woningcorporatie Domesta en Emmen. Ik heb gehoord dat jullie ook een ambassadeurswoning hebben. Wat is dat voor woning? Ja, een ambassadeurwoning is een woning, zeg maar, waar we wat aanpassingen hebben in gedaan, waar we nog niet, in mijn ogen, nog niet klaar mee zijn. Maar in ieder geval, de ambassadeurwoning bestaat uit een automatische voordeur, een aanrecht wat aangepast is, een huislift wat uniek is. Of uniek, maar in ieder geval dat je dus een lift in de woning zelf hebt geplaatst. Hè. Dus dat, ze kunnen met een rollatorlift, zeg maar, kunnen ze naar de bovenste etage. Kunnen ze gewoon in één gezinswoning blijven wonen. En ik zeg, laat je verrassen straks, dan zul je het zien. Ja. Druk hier op de knop. En dan ontgrendelt die deur. Want anders zit de deur natuurlijk vast. Kun je er niet? Ja. Nou kan ik er niet. En als ik hem dan loslaat, dan gaat hij. Je moet hem dus vasthouden. Ik ben wel benieuwd. We zijn nu in de ambassadeurswoning. Jullie zijn ambassadeurs. U zei net al, hè, van ik woon hier eigenlijk al een paar jaar extra bij. Ja, want we hadden hier niet kunnen blijven wonen. Nee. Want mijn vrouw kan absoluut niet trap lopen. Ik kan het nog wel een beetje. En ik doe het ook nog wel eens een enkele keer, gewoon voor de conditie een beetje. Maar zonder die lift zouden we hier weg moeten. Wat mij betreft, zolang we hier kunnen blijven en langer willen leven, zolang willen we hier graag blijven wonen.